races in de Lamborghini Super Trofeo. En ik zeg maar meteen, ik haat deze auto. Ik vind het een verschrikkelijk ding. En dat zien we ook meteen de vrije trainingen terug. Vrije trainingen zijn lopen op zijn eind. Ik sta 15e en dat is de laatste van de 15 rijders. Maar goed, het is ook niet mijn doel om echt competitief te zijn. Ik ben sowieso geen Lamborghini fan in deze sim, nog helemaal niet van de ST. Mijn doel is voornamelijk om gewoon lekker leuk te racen. En tegelijkertijd wat beter te leren racen in een Lamborghini, maar ook gewoon sowieso een mid-engine auto. Ik ben heel erg gewend aan front-engine auto's in deze sim. Daar presteer ik beduidend beter in. Dus ik zie het als een learning curve en voor de rest gewoon een lekker leuk vermakelijk stukje avond. Dus wat wij gaan doen, wij hebben een wachttijd tot iedereen over de lijn komt. En dan gaan we kwalificeren 20 minuten. Dan is er een race, die zit hier bovenin al staan, een race van een uur. En in die race is er één mandatory pitstop. En daar moet getankt worden, minimaal 1 liter. En wat je met je banden doet, moet je weten. Dat ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk, aan de strategie die eventueel zou willen rijden. Bij normaal goed weer ga ik uit van 1 liter tanken. Ik ga gewoon weg met een volle tank. Ik ben sowieso langzaam, dus pitstrategieën zijn aan mij sowieso niet besteed op dit moment. En waarschijnlijk zal tussen de na 20 en 30 minuten zal ik me snel mijn pitstop maken om vervolgens de hele race uit te rijden. Dat is mijn insteek. Zoals ik zei, 15 rijders. Een groot deel ken ik van, is een groot woord, kennen we van een eerder GT3. Green light, go go go! Het FD Racing Department 432, dan pakken we deze. Go. Monza, snel circuit. Veel lange rechtstukken. En wat ik niet fijn vind aan deze auto, die Lamborghini heeft hele scherpe lijnen. Dat is dan wel weer mooi. Wat ik het niet mooi vind, dat is eigenlijk voor mij exemplarisch in een mid-engine auto. Hij gedraagt zich op een manier die ik fijn vind. Dat is het is niet zozeer dat de auto ligt. Mensen kunnen er snel in zijn. Maar het matcht niet met mij. Dat komt omdat ik hem vind ondersturen. Wat ik ook doe met setups. Geëikte zijn daar natuurlijk voor. En ik vind hem ook ondersturen zowel de bocht in als de bocht uit. De bocht uit als je niet. Daar gaan we al. Dus wat lauwer hebben. Daarbij als je onderstuur hebt bocht uit, maar ik ga te ver over de curves. Daar houdt hij ook niet van. Dus ik ga hobbelen. Dan kan hij dat snap oversteer geven. En dan ben je eigenlijk gewoon kwijt. Maar het onderstuur in één keer naar oversteer. Haalt de achterkantje in. En dan sta je achter voren. Ik vind dat vrij frustrerend gedrag voor een auto. Ik ben er ook niet gewend. Voor een beetje auto heb ik er een stuk minder last van. Ik heb andere issues, maar daar ben ik wat beter op ingespeeld. Dus wat ik zei, ik verwacht er niet zoveel van qua posities in de race. Ik verwacht wel een leuke race. Want hoe het ook zij, ik vind racen in zijn algemeenheid leuker. Omdat ik een hekel heb aan het lappetje. We gaan beginnen aan onze snelle ronde. Hopelijk. Eerste snelle ronde. Naar de video chicane. Boven lang rechtstuk. Semi lang.
semi-gebogen, semi-recht, maar vol weer hard te remmen. Hoeveel was bij de eerste Lesmo-bocht. Haakse bocht. Het gas. De tweede Lesmo-bocht. Gas. Ascari, Ascana. Wat heeft daar problemen? Het laatste stukje voor de parabolica bocht. Eerst een knijp en dan steeds wijder worden de horizontale bocht. En wat vind ik nog meer van deze auto? Tja, en hier houdt er echt een stukje op. Het is geen GT3 auto, de Super Trofeo klasse is eigenlijk een voorprogramma van GT3 races. En dat merk je ook in de downforce. Eigenlijk heeft hij minder downforce. En daarmee is hij ook nog wat instabieler. Nog wat te snel inbochten. Tegelijkertijd heeft hij niet te maken met de homologatie die in GT3 heerst. Waarin de auto's eigenlijk gelijkgesteld worden aan prestaties. Super Trofeo heeft dat niet. Dus Super Trofeo heeft weer meer pk's dan de gemiddelde GT3 auto. Heeft een combinatie van weinig downforce en veel pk's. En dat is best wel lastig. Al die kracht is leuk, maar kracht is niks zonder controle. En controle is daar net moeilijk in een auto als dit. Geluid is dan wel weer lekker. Er zit een flinke V10 achterin. Hetzelfde als in de Audi R8. Oh, oh, oh. Dat is een klein beetje van tijd. Iets sneller. Nou merk je hier al dat het gemis aan downforce hier helemaal naar buiten drijft die auto. Wel dan mee, Brussel vast te staan. Wat ook bijzonder stom vindt. Geen achteruit meer. Clear on the right. Clear on the right. Twee achteruitjes vliegen buiten, maar niks binnen. En ik kan in de simpel een virtual aanzetten, een virtual mirror. En dat is dan weer een hele grote plak boven het scherm. Dat vind ik ook mooi. Dus dan maar niks. Daar zat ik al, ik ging over de curves doorheen. En ik moet meteen wel een beetje tegensturen, want ik voel meteen dat mijn achterkant naar buiten wil. Ik ga dus van onderstuur in één keer naar overstuur. En ik heb de geëikte toetjes wel in setups maken, in ieder geval in de basis dat soort gedrag te verminderen. En bij de ST heeft gewoon niks in. Het werkt gewoon niet. Of het werkt wel, maar ik zie terug op tijden.
daarom kan ik ook zeggen dat ik als coureur echt de beste ben. Bij verre. En dat is het mooie van een zin als dit. Je kan blijven leren. Wel meeval is de consistentie. Ik kan doorgaans vrij consistent rijden. Als het consistent traag is, is dat natuurlijk jammer. Maar er zijn best doorgaans wel wat jongens die een hele snelle tijd mee kunnen zetten. Dus op een moment kunnen vlammen. Waar je over een race van een uur van foutjes maken. En elkaar kan ik dan kapitaliseren. Luister naar motor erin. Gierende vit. Een beetje aan de Formule 1 denken, ooit. Daar nog behoorlijke motoren gebruikt. Met name in dit soort snelle bochten, dus de Ascari chicane. Dan merk je gewoon dat hij eigenlijk niet wil. Stuur ik, maar eigenlijk merk je gewoon dat ik niet die bocht op wil. En ik heb er bij 90 nog een beetje een typisch Lamborghini dingetje is. Ook de GT3 versies van de Lamborghinis door de kan. Dus de oudere en de GT3 Evo. We hebben er eigenlijk gewoon niet zo zin in om te sturen. Van de week in vrije trainingen ben ik tot 1,54,5 gekomen. Dat vind ik meteen frustrerend van deze auto. Ik rijd nu een seconde langzamer. In dezelfde omstandigheden. Dezelfde setup. En ik ben nog een seconde langzamer. Doorgaans met trainen echt wel door heb van oh, deze bocht kan ik wat meer, deze bocht kan ik wat minder. Overdrijven is erg makkelijk met deze auto's. Kijk, daar klaar. Iets te snel, dan leg je er meteen af. Maar omdat ik het gevoel van die auto niet heb, betekent het ook meteen dat ik door heb waar ik nog tijd kan winnen, maar ook waarom ik dan een seconde langzamer ben, wat ik eerder niet was. Dus 1,54,5 is niet zo'n geweldige tijd, maar 1,55,6 is ook weer een seconde langzamer. En waarom? Joost mag het weten. Het heeft een manier op mijn gebrek aan ervaring met de auto. Maar ook dat ik het gevoel krijg van die auto waar die dan sneller kan. Iets wat ik bij een Aston Martin of een Mercedes, een Lexus eigenlijk veel meer heb. We hebben net voor de training in de training nog een briefing gehad met de algemene regels. Gebruik van escape is exit race. Mag niet. Zowel in kwalificatie als in race. Kijk goed uit als je van de baan afraakt. Wanneer je er weer op komt dat je iemand in de weg zit. Dat is zeker op in de eerste ronde. Daar heeft het wel de neiging om op crashes te komen. Dus de auto's nog dicht bij elkaar zitten.
En als het even kan, geeft sneller achterkomende rijders via blauwe vlaggen de ruimte. En geef eventueel zelf aan via je richting aanwijzen en welke kant je zelf blijft. Dus wil ik je links inhalen. Dat is helemaal prima. Hou dan rechts, maar geef het ook aan met je rechter richting aanwijzen dat jij daar blijft. Dan weet je ander waar jij zit, wat je intenties zijn. Dat vind ik een goede regel trouwens. Ik zie dat maar bij heel weinig community servers. Dat is een hele slimme regel. Weer een seconde langzaam. Gek van te worden. Ook een eigenschap van de Lamborghini is. Het best wel een hoge traction control nodig. Best wel veel pool heeft om te kiezen. Je ziet ook de achterhoek, met name de linker achterhoek wordt een beetje genig. De hut toevoegen voor de banden, maar rechts onderin. Dit ding eet gewoon achterbanden. Yellow flag, sector 3. Overveer die achterbanden. En dan kan je wel terug op druk brengen, dat in ieder geval optimale druk blijft. Dat is tussen de 7,5 en 28. Beetje bij auto, maar in principe is dat dus iets wat je aan kan houden. Maar je ziet dus de banden eigenlijk gewoon opgevreten worden door het ding. En dat is dan meteen het risico, want ik wil straks geen banden wisselen. Die banden moeten makkelijker nu meegaan. En echt zelfs vaak gedubbelstint. Dus twee keer een uur op dezelfde band. Dat moet toch niet zo zijn dat ik ze in een half uur oprijd. Sneller uit Ascari gekomen. En ze hebben een betere exit snelheid. Achteruit hier ook. Dezelfde auto's. Erg hard om eerlijk. En dat ligt ook echt bij mij. Als ik zie hoe deze persoon hier dus weg accelereert met dezelfde auto, zal ik ongetwijfeld van fout doen. Zij in de setup, zij het in mijn gedrag. Om dat niet te evenaren. Dan ligt hij 12 en ik 14, dus het verschil zal niet denderend zijn. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Dus verschil. Nou, ik krijg heel consistent hoog 55, laag 56. Sorry. Ik had een fout. Ja, jammer joh. Even naar mijn brandstofverbruik kijken, denk ik dat ik de 2, zeg even over 10 rondjes 30 liter gebruik. 35 liter. Losing time in sector 1. Dat betekent voor
race met 36 rondjes. Tussen de 9 en de 100 die ik nodig heb. Zou ik dus sneller moeten kunnen. Zie ik ook rechts bovenin en mijn car control dingetje. Dat is allemaal oké. Okay. Het is lichtgroenig. Idealiter heb je gewoon op de limit. Is echt helder. Draai je geel of rood voor de BN overdrijven dan. Dan ben je aan het slippen en dan ben je aan het glijden. En dan ben je eigenlijk gewoon je auto aan het overreffen. Ga je te hard door bocht heen. En dat werkt tegen averechts tussen de auto's. Benzine op, oké. Nou, ook netjes. Deze slow car ahead. En zoals ik al zei, een 15e laatste. En dit vind ik gestoord voor een Super Trofeo. Dit is een tijd die ik oké zou vinden in een GT3 auto. Met meer downforce dus wel, maar met minder pk's. Dus dit vind ik echt een hele goede tijd voor een ST. Dat kan niet anders zeggen. En out of my league. Die jongens die ik uit het circuit van het eerdere kampioenschap ken, dat die eigenlijk Paolo Di Leo, Anthony Prevost, Roberto Buono en Andrea Caiola, dat zijn gewoon snelle rijders in elke auto. Dat zie ik gewoon hier heel duidelijk. Topo Greco, Christopher Letto, Cicionello en D'Alessandro. Beetje van mijn niveau in voorgaande races, voorgaande seizoen. Ik lig hier gewoon mee buiten. En dat is gewoon, ik ken deze auto niet goed genoeg. Daar wijd ik het aan. Dus dat gaan we lekker leren. Dat is het doel van vandaag. En wie weet wat er gebeurt. Hè? When the flag drops, the bullshit stops. Dat is een mooie Engels gezegde in de autosport. Maar goed, ik heb dus nog geen 10 rondjes gereden op 30 liter. Dus ik denk dat ik toch zeker 100 liter mee ga nemen. Of misschien zelfs wel meer. Is de Lamborghini ook meteen vrij dorstig als het op brandstof gaat. Goed. Dat betekent dat ik mogelijk wel wat makkelijker door de eerste bocht heen kom. Want zeker die eerste chicane is een hele leuke bij een massastart. Veel uitvallers vaak.
interpreteren. Ja, ik was niet de enige die out of fuel was. In de chat. Nou, dit duurt wel lang. Als ik het goed begrepen heb in de briefing, is het straks 3 minuten setup tijd voor de race. Ik zou verwachten dat hij nu nog snel door. Ah, daar gaan we. De race, zoals je te zien, 1 pit window met de refueling. Er moet 1 keer gepit worden. 24:31. Dus we pakken weer 24:31 die ik al neergezet had. En in de current setup. Het is vrij dorstig, dus wat ik ga doen. Ik neem 110 liter mee. En een pitstop 1 doe ik 1 liter erbij. Tire zit 4. En ik hou wel dezelfde front brakes en rear brakes. Die gaan iets langer mee. Brake type 2. Is nog wat minder happerig. Zo ga ik hem doen. En dat betekent 110. Dat betekent dat ik op de 30 minuten morgen nog 55 liter over moet hebben. Dan heb ik minder over dan 55. Dan ga ik er iets meer bij gooien. Dat is een beetje het verhaal. En met mijn snelheid denk ik dat ik een vroege pitstop neem. En dan gewoon lang doorrijden. Ik zeg niks meer doen. Ik zet deze al een tikje lager. Hij ziet er leuk uit, die auto. Helaas is dat voor mij weer een pluspunt. Goed. Even wachten. Een aantal auto's hier zijn zwart. Dat zijn auto's die hebben een custom paint job genomen. Dat wordt officieel niet ondersteund door de game. Dus je kan die dan wel downloaden en in je eigen folder zetten. Het nadeel van custom paint jobs is dat je sim ervan gaat laggen. Dus ik heb ervoor gekozen. Ik ga ze niet loaden. Ik zet ze niet in mijn sim. Met het gevolg dat de auto's die dat gebruiken dus een zwarte paint hebben voor mij in de game. Ja, dat is dan maar zo. Er zijn zelfs communities waar het gewoon verboden is, op het moment dat ze zien dat je een custom paint job ook maar in je sim hebt staan. En dat je daarmee dus de servers een vertraging geeft voor alle andere rijders, worden gewoon uitgegooid. En ergens vind ik dat wel terecht. Goed, in deze community mag het. Mensen die het willen gebruiken, kunnen het. Leuk voor je. Maar voor mij zijn het gewoon zwarte auto's. Go in 7-5. Zo te zien hebben we een formatieronde van 1 ronde lang. We starten op koude banden. We hebben geen bandenwarmers gehad. Koude remmen, koude banden. No time for shot, stay clear on the curves. Kan elkaar niet raken. Wij door elkaar heen. Dus geen botsing. Geen botsing, zal maar zeggen, mogelijk in informatierondes. Thank you.
Peter kijkt maar niet al te veel naar. Het is pas van belang wanneer we gaan starten. Dus we proberen die banden een beetje warm te krijgen. Het ziet er in ieder geval uit dat de achterbanden wel willen, maar zoals ik zei, de Lamborghini vreet achterbanden. Dus ik hoop ook dat het goed blijft gaan in de race. Ik heb nog nooit een volle raceafstand met deze wagen gereden. Als je mijn achterbanden in ieder geval temperatuur zijn, dan is je zo druk van mijn voorbanden geen van beide. Als je dacht van, joh, onderstuur, nou, dit is wel een recept ervoor. Straks extra moet uitkijken als ik een bocht in wil sturen, want dat zal hij waarschijnlijk niet willen. Zonder grip moeten voorwielen, met enigszins grip op de achterbanden. Double file. In principe in het echt mag je in de weaver. Dat je informatie blijven voor de rollende start. Dat schuift hier in elkaar. Oh, kijk, daar gaan we al. Car on the left. Gear on the left. Car on the left. Gear on the left. Car on the right. Mooie actie. Nou, deze plaats met vast natuurlijk, maar 15 minutes of fame.
laatste groepje rijders op de kaart, links. Eigenlijk gewoon recht op af. Oh nee, ik ga verder. Ja, dat wel, natuurlijk ook niet. Ik vind de Lamborghini ook best wel veel sturen. Veel stuuruitslag geven. Om een beetje naar bocht te pakken. Heb ik in mijn setup sowieso mijn steer ratio al hoog gezet naar 15. Stond het voor wat is 12. En goed gezegd, elke graad die op je stuur draait is 15 graden verschillen. Als het dus 12 voelt. Car on the left. Clear on the left. Maar het is duidelijk minder dan ik gewend ben. Veel meer stuurslag geven. Wel dan mee, dat is nog best. En hetzelfde effect hebben op. Car on the right. Clear on the right.
zeggen dat je auto wat zwaarder is. Die krijgt het langzamer. Je bent zwaarder, dus je remweg is langer. Je acceleratie is langzamer. Dat werkt wel. Wat zwaarder, wat beter licht. Meer vast ligt. Minder springeren is die auto. Wel dan nee, de vaste stem zijn gewoon. Slow car, hè? Aardig gezegd hebben we. Dit is zeker niet mijn favoriete voertuig van deze sim. Het wordt dus maar een... spelen het idee om introductievideo's te maken voor alle voertuigen. Dat is misschien wel leuk. Het is maar ter lering en vermaak. Alleen voor mezelf. En tussen de ACC, precies dat het uitkwam als development en productie. Wel goed is de officiële GT3 en GT4 race. Ik ben betrokken bij de echte race. Van een beetje de COVID, corona situatie in de wereld. Na de kwalificatie gaan de echte coureurs misschien van een race stappen om hun race te rijden. Met hun auto's. Zonder geinige dingen kwijt. En omdat ze de officiële sim zijn, denk ik ook wel eens een streepje voor hebben. Dat ze zeker andere racing sims op de markt zijn. Race Room, iRacing. Prima racers. Maar best wel de nodige toekomst op de namen van de echte winners. En die hadden we in het begin op ACC ook. Mooie YouTube video net van Nicky Tipper van de fietsrijders van Aston Martin. Toen de game net uit was, behoorlijk gebleven. Yellow flag, ik ga op hard, maar dan weg. Deze slow car, man. Ziet er nou een keertje crasht. Dat is een van de snelste. Zonde. Hij zal misschien nog wel een keer inhalen. Maar ja, je moet nog wel even wachten tot iedereen voorbij is. Je mag geen safe return to the track. Heel duidelijk gesteld op de briefing.
verrend. Zeker buiten de pitwindow met reparaties. Maar ook in de pitwindow is dat gewoon dodelijk. Als je enigszins voor posities rijdt, is dat dodelijk voor je positie. Dus Paolo Di Leo en Andrea Toyola zitten dus achter mij. Ik weet niet waardoor ze gecrashed zijn of waarom, misschien wel met hulp van een ander. Dan zie je maar dat een goede positie ook niet alles is. De andere is zonder te krijgen bij RCI, Racing International. Allemaal leuke cijfers van de buitenlandse statistieken. Statistieken is consistentie. Dus rondetijden met elkaar vergeleken. Dan zie je dus degene die eigenlijk het best gereden hebben. Dat deze consistent zijn. Dus op de 12e plaats of zo. Van consistentie. Op de moment dat ik in één keer afgetikt ben, omdat het een schoon verschil is. Lekker van je consistentie. Als je dat niet gehad hebt. Een hele hoge consistentie wordt, dan had ik ook waarschijnlijk gewoon ergens 6 of 7 kunnen worden. Dat is natuurlijk best een prestatie als je vanaf de 20e plek start. Ergens die op de rij is. Duidelijk rechtbovenin, car control. Elke bocht is een beetje blauw gevolgd. Dus van elke bocht eigenlijk sneller. Ik
dan dat ik daadwerkelijk doe. Maar ik heb totaal niet het gevoel dat ik dat kan. Ik heb totaal het gevoel dat ik dan onderstuur op de bocht uit kan. Of er zo hard doorheen gaat en vanuit overstuur het de bocht uitkomt. Dat gevoel geeft die auto, dat geeft een force feedback. Voorlopig weet ik makkelijk te houden. Dat is natuurlijk ook met gelijke auto's. Dus als je geen foutjes maakt, is het niet zo heel moeilijk om als een snellere coureur bij een ander te komen. Het inhalen is een ander verhaal. Leo vindt het leuk. Ik ga nog wel even hoor. Wel alleen, er is al vast te staan. Misschien wat mensen op dit staan al. Oh, bron, die Leo zit er ook in.
race leuker dat ik de Lamborghini, speciaal de Lamborghini Trofeo, haat. Het gaat best aardig. Het is een vermakelijke race. We wilden die weer. Onderstuur naar overstuur. En vingerknip. Lekker snel. Come on, go, go. Die moet gaan. Ik heb de rekening snel voorbij. Oh nee, die Leo. Ik heb de rekening daar. Leo is gepakt. Ze heeft een lange pitstop gehad. Wat doe je nou, man? Oh nee. Wat was dat? Dat ging raar. Wat daar gebeurde. Bijzonder. Het was ineens gewoon. Het is alleen nog te horen. Misschien dat het te veel was. Te veel stuur in slag, ik weet het. Spannende dingen volgen van pitstops. Degene die nog moeten boven nummer 8. Dus zo zijn voor me. Kan het makkelijk doen zonder dat ik hem inhaal. Thank you.
Vicente nog steeds dichterbij, maar die heeft nog 15 ronden achter mij. Als je 15 gestart bent,
Dat is een klasse van de man. Een beetje gewend te raken deze auto. Je krijgt de flow te pakken. Nog steeds op omhoog. Waar kan je sneller, waar kan je beter, waar kan je slimmer? Waar moet je juist langzamer? Lijkt me niet de Aston Martin, dat was ik. Waar ik achterop is gekomen, dat zal waarschijnlijk een ongeluk zijn geweest. Als ik hem achter me weet te houden, ik niet zo passend zijn. Gelukkig is nog een tweede. Als die boys inderdaad twee seconden per keer nog inkomen, dat moet breken worden, bitch. Dan ben ik 9.
en Kring. Waarom nou? Zonder waarschuwing, zonder enige vorm van waarschuwing, besluit het ding ineens over te sturen. Nou, dat was de politie. Kajala komt eraan. Voor dat moment wel een pak. Hier boven in 11 seconden. Schade, alleen maar bodywork is. Bodywork op het rechte stuk is natuurlijk ook niet fijn. Pit window is closing now. Er is wat mis. Uit accelereren uit de parabolica. Rijstijl. Die auto doet ineens iets anders. Hier ging ik net achter tevoren. Ik raakte een beetje mijn rem aan net in de mond. Misschien dat het ineens een trailbreak af en aan maar bijzetten. Dat is een eigenschap van elke mid-engine auto. We hebben in de bocht. Dat moet een reet onstabiel van. En dan gaat zelf dwars. Car on the right. Clear on the right. Andrea Cuyola gaat zelf dwars. Op een heel rot stuk, want hier ga ik maximaal snel. Dus hij verliest heel veel tijd nou. Oké, geluk bij een ongeluk. Ik ga niet houden. Mijn auto rijdt niet zoals hij deed. En hij zit 5 seconden achter met nog 17 minuten te gaan. Maar elke donderdagavond 1. De komende 4 weken. Dit is de eerste op Monza. Race 2 is op Paul Ricard. Ook een gaaf. Derde is voor mij een thuiscircuit in Zandvoort. De vierde is uit mijn hoofd Misano. Dus dat betekent 2 hoge snelheidsseries. Van Monza. En voor de car. En 2, nou, zeg maar langzame skis. Misano en Zandvoort vallen voor mij wel onder langzamere skis.
zelf 12e vlak achter me. Het zou mooi zijn dat hij de plaats kan houden, maar ik heb er weinig vertrouwen in. Ik zie de reacties van mijn auto. Dat helpt natuurlijk ook niet. Remmen en rotten door de chicane heen gaan. Oh, oh, oh. Dat wordt nog wel spannend, jongens. Staan de 13 en 14 nog steeds in de pits, dus die zijn maar uitgevallen. Zoals ik de ballen worden ingehaald, kan ik ook niet zeggen. Ik ben op 13 en geworden, maar 12. Dat is eigenlijk gewoon laatst. Nee, ik ga hier. Ja, ik zelf weg. Met 14 mensen in de race, dus ik zelfs op de uitstand. Als je auto zich op deze manier gedraagt, dan gaan 35 meter over, dus dat is weer misschien lichter op de achterwiel ofzo. Kijk of dat de balans van die auto gewoon verandert naarmate de brandstof opraakt. Waar ik in het begin van de race zo stabiel vond, gewoon vol of toe lood, ben ik nou dus nog eigenlijk meer en meer wel oversturen. Dat is niet zozeer tijdens het remmen, want dan kan je ook een rembalans doen. Dat is echt wel een algemeen gedrag. Ja, die mooiste binnen een seconde achter me. Dat ga ik echt niet houden. Yellow flag ahead, be careful. Oh jongens. Carl, the left. There's a slow car ahead.
wel spannend. Weer percussie. Breakfast 2 erop gezet. 1 zo snel zullen die slijten. Breakfast 2 gaat in principe 12 uur mee. Met normaal gebruik. Deze race. Wat denk ik weer 9e. Die Leo is weg, 43 seconden voor. No chance, zelfs niet als je in elkaar rijdt. Volgens de weg gaat. Approaching, watch out.
on the left. Clear on the left. Us. Uit accelereren hier ook. Ik kan die achterkant wegglijden. Ja, dat is het. De laatste ronde, denk ik.
man. The leader is on the final lap. Give the final push. Oh, really? The leader has finished the race. Ah, Senna. What are you? Right, the race is over. Good job. Did the best you could. Take it easy in the eighth lap. Van de 15. 15 gekwalificeerd. Tuurlijk, zo te zien zijn er 13, 14 en 15 uitgevallen. Maar al met al, spannende race. Om nog een beetje mensen het moeilijk kunnen maken. Maar op een enkel moment nog denk ik van deze auto en ik ga praten nog niet goed met elkaar. Oh, 13 is niet uitgevallen, 14, 15 al. Highlights kijken. De spannende replay van de race. Dat moet ik zijn trouwens. Oh, dat past lekker. Ja. Ik zet hem hier wanneer. Even naar de replay kijken of naar de highlights kijken van deze race. Dat is eigenlijk nog het mooist. Gallery, replays, highlights. Ik blijf het een niet zo fijne auto vinden. Laat ik dat voorop stellen. Zoals elke Lamborghini en elke mid-engine auto, de auto met motor in het midden. Ik kan er niet zo goed aan wennen. En ik vind het, zeg maar, onvoorspelbaar gedrag hebben. Dus straks. Helemaal achteraan. Gekwalificeerd. Maakt het niet uit. Kijk, daar gaat het fout. En we kapitaliseren er meteen op. Mooi buitenom ingehaald ook. De restart was op het al niet verkeerd. Een overtake van mij. Nee, op mij. Door Matteo Capagreco. Binnenkant bij de Ascari chicane. Lamborghini, strakke
scherpe lijnen. Nou, zo is goed. Overhand. Gigalisco. Haalt hij hier. Binnenkant. Parabolica. Andrea Caiola. Wat doet hij bij hier in hand? Weet ik het even niet zeker. Geluid is mooi, hè? Even eerlijk zijn voor de 10 cilinders. Dikke vette motor. Daar komt hij dan. Dat is een rare highlight. Oké, ja, hier komt hij dan, binnenkant. Oh, hier ging hij eraf. Hij stuurde in en hij slipte weg. Ja, kijk. Het is leuk om te zien dat ik niet de enige ben die worstelt met deze auto. Francesco Civilisco. Het is wel leuk om te zien dat mensen die mij konden inhalen. Ik heb inmiddels schade aan mijn voorkant, zie ik. Ja, hier ging er van alles mis. Dus ik haal mensen in, mensen halen mij in. Gezellig op. Salvatore Publici. Die gaat mij hier inhalen. Voor de Red Filio chicane. Maar daar gaan we mis. Ja. Oh, hij komt wel terug. Ja, dat zou ik niet doen. Ik zou wel doorrijden. Civilisco weer. Door de Ascari. Zand gaan, ja. En de finish van de winnaar. Het is een startfinish, ik ben ook bij Ascari. Lichte schade voor de achterkant is duidelijk te zien. En hier komt mijn finish. 1 rondje achterstand. Niet verkeerd, al met al. Dit was een leuke race. Zoals ik al zei, de auto is crap, vind ik zelf. Past niet bij mijn rijstijl. Maar dit was een leuke race. Dit is wat het is. Ik ga afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Wie er ook gekeken heeft. Ik zag een paar kijkers bovenin staan. Dus leuk. Volgende week donderdag. Volgende race. Paul Ricard. Hoge snelheid circuit. Ik ben benieuwd.